Dit is de camperplaats Brilon in het Zauerland. En deze plaats staat bijna midden in de stad. Het is wel een drukke weg hier, maar die hoor je alleen maar overdag, want 's nachts slaapt hier iedereen. Dus die straat hoor je alleen maar overdag. Wat is dit allemaal? Dit is het terrein van de Schützen, Brüder. En vertaald is dat, dat zijn de vereniging van de schutters, geloof ik 700 jaar oud. Hoe dat daar binnen uitziet, dat laat ik je straks nog even zien. Maar eerst even de camperplaats. Het is eigendom van de schuttersvereniging. En zij hebben dat ook heel hard nodig voor hun kas. Kijk, hier betaal je. Je betaalt of in munten of in met kaart. Dan heb je daarachter, daar kun je je grijs water kwijt, zie je. Daar loop ik even niet naartoe, want dat is iedereen bekend hoe zoiets eruit ziet. En daar kun je ook je toilet kwijt. Hier is een vuilnisbak met een code die je krijgt. Nou, dit hele terrein, dat staat vol als er feesten zijn. En hier tap je water. Dat is in de winter is dit verwarmd. Tegenover de camperplaats, daar. Dan heb je een Aldi. En direct naast de Aldi, kan je van hier niet zien, is dezelfde parkeerplaats trouwens. Direct naast de Aldi is een Edeka. Dus boodschappen haal je. Dus boodschappen halen is helemaal geen punt. Nou, dit laat ik je allemaal van binnen zien straks. Camperplaats. Nog eens even van deze kant. Ik dacht dat er 10 plaatsen zijn, zoiets. Trouwens, het kost ook 10 euro. Wat je hier ook hebt is goede wifi. Ook altijd belangrijk, maar slechte televisie. Daarom staan de campers ook allemaal hier aan deze kant. Want aan de andere kant heb je dus geen televisie. Door die bomen. Ja, meer is over de plaats zelf niet te vertellen. Behalve dat, dat als je hier naar het stadje wilt, laat ik je straks ook nog even zien, dat je binnen een paar honderd meter, als je hier naar boven loopt, ben je binnen een paar honderd meter ben je in Brilon zelf, in het stadje. Mooi stadje. Ik laat je nog even wat foto's zien daarvan. Om hier iets te doen, want fietsroutes en wandelroutes te over. Het stadje is leuk, dat vertelde ik al. Nou, hier zijn de verschillende routes, fietsroutes, hier de wandelroutes. En trouwens, door het hele Zauerland loopt een weg die heet Roodhaarsteig. En die begint hier in Brilon. Hier zijn de openingstijden van het zwembad, van het hallenbad. Ja, dat hebben we hier nog. Activiteiten. Je kan het bos in. Je kunt leren schieten. Je kunt tennissen. En musea zijn hier natuurlijk. Nou, en dit heeft te maken met de camperplaats. Dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. Dit is het binnenste van het gebouw wat ik jullie net heb laten zien aan de camperplaats in Brilon. Dit noemen ze de Schützenhalle. Dus vertaald in het Nederlands is het de Schuttershal. En moet je kijken hoe groot dat is. Het is ongelooflijk, want het schuttersfeest eens per jaar speelt natuurlijk in Duitsland een hele grote rol. Zeker hier in het Zauerland en ook in andere bergachtige gebieden. Elk dorp heeft eigenlijk een hal waar ze eens per jaar of meerdere keren per jaar bij elkaar komen. Maar dit is bijzonder groot. En ik heb net gehoord, het is 100 jaar.
Over 2 jaar is dit gebouw, kijk, dat is allemaal van hout. Dat is 100 jaar oud. En hier staat ook een beetje techniek. Want je kunt hier niet alleen maar feestjes bouwen, je kunt hier ook groepen bij elkaar halen. En daarachter is een podium, een bühne. Dus ik denk dat ze hier ook opvoeringen hebben. Ik ga even daarachter lopen. Dat is achter de bühne. Ook nog heel groot, hè? Waanzinnig. Dat, als je dat toch tegenwoordig allemaal zou moeten maken of zou moeten kopen, dat is toch bijna niet meer financierbaar. Maar vroeger was dat gewoon zo. En ik hoorde net van deze meneer dat hier 3000 mensen in zouden kunnen. Waarschijnlijk nog meer, maar dat mag niet meer vanwege de zekerheidsbepalingen. Maar ik vind het wel gigantisch. Dit is de bühne van de andere kant, wat ik jullie heb laten zien. En als hier de koning en de koningin zitten, die zitten natuurlijk hier op het podium voor dit schilderij hier. Ja, ja, is toch licht genoeg, je kunt het prima zien. Ze hebben hier een eigen keukentje waar ze ook tap bier kunnen drinken. En ze hebben een eigen trap naar beneden, naar het toilet. Dus dat is eigenlijk heel comfortabel. Er staat even het doek hiervoor. Moet je kijken, hier is een projector. Wat een ding dat is. Het wordt dus van achteren wordt het aangestraald, hè, het doek. En van de andere kant zie je het dan. Waanzinnig, hè? Kijk eens nog even hier om de hoek. Je dit zien. Je komt dus vanaf boven, dus vanaf het podium, vanaf de bühne, ga je naar de toiletten. Hè? En dan heb je hier een ruimte waar die mensen die optreden bijvoorbeeld, die kunnen hier wat nuttigen. En nu moet je zien, daarachter is het de kleedkamer. En ze hebben zelf een eigen douche hier. Met een sminkgedeelte. Nou ja, wat ongelooflijk. Dat verwacht je toch niet hier? Ach, er is nog een douche. 2 douches. Nou, ik ben helemaal perplex. God, ongelooflijk. En omdat dat nog niet genoeg is, heb je hier nog, naast de grote zaal, heb je hier nog een kleine zaal. Kijk, hierachter, daar is de camperplaats. Daar, zie je? En hier is dus de Hubertuszaal en die kan je weer huren voor bruiloften of voor kleinere feestjes. Nou, moet ik even kijken wat hier klein is. Jezus. Nou, dit is dus voor die kleinere feestjes. Blijkbaar kun je die ook nog door een vouwduur kun je dat nog groter maken. Dit is dus de kleinere zaal met een venster naar de keuken toe. Prachtig, hè? Ja, ik had dat van buiten wel eens gezien. Want hier tegenover zijn 2 supermarkten. Dat is een Aldi en een Edeka, als ik me niet... Ja, Edeka is dat. En dat zag ik wel eens van buiten en vroeg me af, wat doen ze toch met die 2 zalen? Maar ik begrijp het nu allemaal. Maar is dat niet helemaal perfect en mooi gedaan? En een emporen, hoe heet het nou op zijn Nederlands, een galerij... daarboven. En ook hier, je ziet alles van hout. Wil je dit zien? Mooi gemaakt, hè? Prachtig. En vers geschilderd, hoor ik net. Echt, ik val hier van de ene verbazing naar de andere. Want ze hebben natuurlijk ook een eigen keuken hier. Moet je dit ding zien? Ja, ik snap het nu ook. Als hier een paar duizend mensen zitten, die iets willen eten, dan heb je natuurlijk een keuken nodig. Het is verbazingwekkend allemaal. En dit is dan aan de achterkant van de keuken. Dat is een barretje, of een echte bar. Naast de cocktailruimte. Nou, hier kunnen heel wat mensen staan. En dan op die statische tafels hiervoor. Mooi, hè? Oh ja, ik wil even een foto laten zien hoe zo'n schutters... hoe die eruit zien. Kijk eens. Ja, en die
Verenigingen die moeten natuurlijk ook af en toe met elkaar vergaderen. En dan heb je een bestuur. En de ene heeft een groot bestuur, de andere heeft een klein bestuur. En dat zijn dan van die bestuurskamers. En natuurlijk met een eigen tap daarbij. Dat hoort. En dan kunnen ze hier, kan het bestuur vergaderen. En vanuit de bestuurskamer ga je weer naar boven. In die grote zaal. En hier... Rondom, daarom gaan hier ook zoveel mensen in natuurlijk. Want je hebt boven de zaal, heb je natuurlijk nog zo'n galerij rechts en links. Daaronder kunnen mensen vergaderen, boven. En ik denk dat ze hier ook muziek... voorstellingen doen, want ik zie hier ook garderobes en al die dingen. Het is gewoon allemaal groots, hè, zoals je ziet. En hier hebben ze nu de techniek ingehuurd, de schijnwerpers voor de bühne daar. En morgen is hier een vergadering, heb ik al gehoord. Het is jammer dat ik hier morgen niet ben, want anders had ik mee kunnen kijken en misschien ook feesten of een biertje gaan drinken, maar morgen ben ik alweer weg. Maar is dit niet fantastisch? En deze meneer, ik weet even zijn naam niet, maar dat zet ik in de tekst, heeft mij nu alles hier laten zien. Ja, ik ben de Uwe. Ik ben hier leutnant in de Schützenbruderschaft en we freuen ons immer, onze Halle ook mal te zeigen. Dat is hem gelukt. Ik ben echt van de ene verbazing in de andere gevallen. En jullie zeker ook. Dat had ik dus echt niet verwacht. Nog iets grappigs. Daar hangt een display. En Uwe vertelt net dat de Schuttersbroederschap... Of ja, daar zit ook vrouw bij natuurlijk. Logisch, maar vroeger was het een broederschap. Dus dat de Schutters ook een eigen modemerk hebben... 1417.de. En dat is waarschijnlijk de geboortedatum van deze organisatie. Coole Klamotten heet dit merk. Ja, lieve mensen, dat was mijn verslag van de camperplaats in Brilon. Nou, Brilon ligt dus in het Sauerland in Noord-Westfalen. En als je wil weten welke steden daar omheen zijn die ook camperplaatsen hebben, dan is dat Winterberg, Willingen en Olsberg. Lieve mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef me dan alsjeblieft een duim omhoog of wat ik ook heel fijn vind. Abonneer uit op mijn YouTube kanaal. Wij zien en spreken elkaar weer. Dag mensen!